Hele goede middag op deze woensdag. Het is 21 april. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer meekijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik ga zometeen boodschappen doen. Dat heb ik in de vorige weekvlog uitgelegd. Mocht je dat gemist hebben. Ik doe normaal op donderdag boodschappen. Maar eigenlijk wilde mijn coach en ik naar IKEA gaan vandaag. Maar dat kon helaas niet, omdat het al vol zat qua afspraken. Alleen zij had haar afspraken al verplaatst van vandaag naar morgen. Dus vandaar dat ik vandaag boodschappen doe. Gisteren de persconferentie, ja, op zich was die heel positief. De terrassen mogen open, weliswaar van 12 tot 6. Dus van 12 uur 's middags tot 6 uur 's middags. Daarnaast hoef je niet meer te winkelen op afspraak. Er geldt nog wel zoveel mensen op zoveel vierkante meter. En je mondkapje natuurlijk. De hogescholen mogen geloof ik weer wat meer. Dus op zich is het heel positief, maar... Ik heb er een beetje gemixte gevoelens bij. Dan kun je misschien denken, meid, waarom ben je zo negatief? Ik wil niet negatief overkomen, maar het is gewoon puur wat ik voel. Het is zo dat de cijfers niet heel goed eruit zien. Dat is gisteren ook weer bekend geworden. Het OMT had ook liever niet dat ze zouden gaan versoepelen, maar het kabinet heeft daar wel voor gekozen. Tuurlijk, het is voor de mensen van de horeca ook gewoon hartstikke fijn dat de terrassen weer open kunnen. En dan vraag ik me wel af, door de week ga je veel mensen zien, ga je er heel veel omzet uithalen. 12 tot 6 mensen moeten toch vrijwel gewoon werken, dus ik denk dat je het echt van de weekenden moet hebben. Nou, het weer is ook nog niet echt fantastisch dat je gaat zeggen van nou, ik ga lekker op een terrasje zitten. Kijk, ik zit zelf nooit op een terrasje, dus voor mij was die maatregel ook niet heel heftig. Kijk, hou je daar wel van, zul je er heel blij mee zijn. Ik vind het zelf wel heel fijn dat je nu kan winkelen, dat je geen afspraak meer nodig hebt. Want ik heb dat toch wel gemist, omdat ik toch wel zoiets had van ja, hè, elke keer weer een afspraak maken. Je moet dat weer inplannen, dat moet allemaal maar weer zo uitkomen. Maar als ik kijk naar de ziekenhuizen, die liggen best wel vol. En de mensen daar, die kunnen gewoon niet eens vakantie nemen, want ze zijn te hard nodig. En dat vind ik dan toch best wel heftig. En dan denk ik, ja, weet je... Nederland gaat dan weer een beetje open en wij gaan straks allemaal weer dingen doen. En lopen de besmettingen dan niet weer nog hoger op? Kijk, je weet ook wel, het heeft ook niet echt gewerkt, zo'n lockdown en zo. Want de besmettingen liepen even goed op. Maar dat zijn toch wel een beetje mijn dingen waarvan ik denk, jongens, is het niet te vroeg? Maar goed, dat gaat het uitwijzen. Ik heb ook niet gehoord dat Rutte zei, als het weer fout gaat, gaan we weer terug naar waar we waren. Misschien heeft hij het wel gezegd en heb ik het gemist. Maar ja, ik hou een slag om de arm, zeg maar. Ik heb gisteravond naar Gestalt gekeken. Dat was een hele heftige uitzending. Na de laatste bouw in Floradorp en heb ik even uitstel van executie afgekeken. Ik heb de vlog al in elkaar gezet en ik heb de bridge weer gekeken. Ik heb ook mijn foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af. Ik moet nog even een paar foto's of zo, maar goed, dat geeft niet. En daarna weer Mokromaffia. Ja, ik vind het wel een hele goede serie. Maar waar ik wel heel erg van bel is het gescheld. Er wordt heel veel gescholden met het K-woord. En nou vind ik dat gewoon een vreselijk woord om mee te schelden. Dus dat vind ik wel één minpuntje daarin. Maar goed. Ik ben wel heel benieuwd hoe je het afstoot. Dus ik wil het op zich wel uitkijken. Alleen het gescheld had van mij iets minder gemogen. Ik ga nu even stofzuigen en zo, want dan ben ik klaar als mijn coach ook komt. Het is nu 1:15 en zij komt om 1:30. Dus dan heb ik daar nog mooi even tijd voor. En dan zie ik jullie gewoon weer als ik terug ben. Dus ja, ik heb trouwens mijn Martin shirt aan. Nou, wat goed. En gewoon een zwarte broek. Dus ik moet nog even schoenen pakken. En dan ja, ga ik zo even boodschappen doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot straks. Ik ben inmiddels weer thuis en ik zal jullie even de boodschapjes laten zien. Al een tijdje hoor, ik moest even nog wat dingen doen. Dat ging eigenlijk niet zo goed de vorige keer, geloof ik. Nou ja, we gaan het toch maar weer even zo doen, want ik weet gewoon even geen andere plek. Ik had ook een eigen in de kiezer. We hebben weer een zakje met patatjes. De bonen. Ik heb champignons. Ik ga morgen bami maken. Chocomel. Ik had niet heel veel boodschappen. Bami speciaal mix. Aardappelschijfjes. En ik heb frietsaus. Ik ga even de andere tas pakken, dat is wel zo handig.
En ik had bij het kruidvat had ik op de bon van het kruidvat had ik deze Dettol No Touch. Die heb ik vroeger al eens gehad en die vond ik heel fijn. Die was nu nog 5 euro. Er zit ook al zo'n zeepje in. Ik heb ook nog een zeepje staan. Die vond ik echt altijd heel erg fijn. Dus die wil ik ook weer gaan neerzetten. Want dit vond ik echt een heel erg fijn spul. Dus die had ik op de kaart. Dan heb ik Minesjes. Dark coffee pads voor mijn cappuccino. Kipfilet blokjes. Want ik ga het nu een keer met kipfilet doen. Want het baminasti vlees viel me de laatste tijd een keer tegen. Dus ik denk, nou, ik ga het een keer met kipfilet doen. Een pakje met melk. En kookreiniger. Dus dat waren eigenlijk de boodschapjes. Niet heel veel deze week. Maar ik had nog wat dingen in de vriezer voor zondag en zo. Dus ik denk, nou, ik heb niet heel veel nodig. Dus ik ga het even opruimen. Dan ga ik nog even een video opnemen. Want ik moet de boekenvideo nog opnemen. En die komt als extra video online. Dus daar heb ik nu nog mooi even tijd voor. Ik moet alleen even hieronder mijn lipstick weghalen. Want ik had een broodje gegeten. Ik had Ben & Jerry's gekocht. Die was in de aanbieding. Maar daar laat ik je straks nog even een plaatje van zien. Want het is een beetje zonde om die nu nog uit de vriezer te halen. Maar die had ik ook nog eventjes gehaald. Dus ik ga dat nog even doen. En dan kan ik mooi nog eventjes een videootje opnemen. Zo, de katten heb ik inmiddels ook al gegeten. En ik heb nog een video opgenomen. Dus het ging best wel vlotjes. Maar ik zou je nog even het ijsje laten zien welke ik had gekocht. En dat is deze van Ben & Jerry. Dit is de Dark Chocolate Cookie Dark Twist. Dit is een chocolade. Dit is chocoladeijs met swirly stukjes erin. Dus ja, die leek me wel heel erg lekker. En normaal kost zo'n bak, geloof ik, even kijken hoor. Of ik het kan zien. Hier zijn ze €3,99. Maar het kan ook een kleintje zijn. Normaal was die 6 euro of zo. En dat gun ik mezelf dan niet. Ik geloof dat die nu 3 euro was. En dacht ik, nou, dat kan ik wel een keer doen. Ik ga zo nog even de boodschappen naar de keuken brengen. Ik heb geen zin om het meer naar boven te brengen. Dat doe ik dan morgen eventjes weer. Morgen ga ik hier toch schoonmaken. Mijn nagels zien er op zich nog redelijk uit met boodschappen doen. Ja, hier wat beschadigingen. Maar dan gaat het er morgen toch af, weet je. Dat heb je toch wel na een tijdje. Maar op zich wel weer een lekker dagje zo. Ja, gewoon wel even vreemd nu natuurlijk. Op woensdag alles binnen. Normaal op donderdag. Maar goed, het is gewoon even wat het is. Volgende week weer op donderdag. En als het goed is kunnen we naar IKEA. Dus dat is dan wel leuk. We gaan ook even wat dingen inplannen. Want we willen ook graag eventjes een keer naar de stad. Dus ik wil graag weer eventjes een keer wat dingen halen. Dus nou, dat kunnen we dan mooi inplannen. Nu er weer wat meer mag als het allemaal doorgaat. Dus op zich wel een prima dagje. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen. Eten. En dan ga ik vanavond Chantal's Beauty Camper kijken. En kinderen kopen in huis. Dat neem ik dan even op. Dat kijk ik dan daarna. En daarna ga ik mijn artikel verder afschrijven. Ik moet nog eventjes wat foto's verder bewerken. Mijn vlog die moet geüpload worden. En ik moet ook eventjes ingepland. Ik moet nog een thumbnailtje maken. En ik ga verder met de bridge. En vanavond heb ik weer lekker oogappels. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Dus goed. En dan ga ik morgen hier aan de schoonmaak. Dus op zich wel lekker. Dus ik ga dan bij deze ook zeggen. Ik ga jullie morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 22 april. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo de woonkamer doen. Want die heb ik natuurlijk gisteren niet gedaan. En het kriebelt alweer, want ik zie overal haartjes. En ja, ik heb echt zin om die even te gaan doen. Gisteravond heb ik lekker naar Chantal's Beauty Camper gekeken. Was dan de laatste aflevering. Vond ik wel jammer, want ik vind het echt een heel leuk programma. Maar er komt gelukkig een tweede seizoen, dus daar ben ik wel blij om. En daarna heb ik eventjes kinderen kopen een huis gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Ik heb alleen onwijs last van mijn keel en van mijn oor. Maar ik heb ook gewoon heel erg last van de hooikoorts nu. Toen ben ik mijn artikel gaan schrijven en de vlog gaan uploaden. Dus die staat inmiddels ook online. En daarna ben ik weer de bridge gaan kijken. En nog eventjes oogappels. Dat was ook wel weer heel erg leuk. Dus het was wel gewoon, daar kan ik altijd wel van genieten. Maar ik moet zo een was aanzetten, want ik zal jullie even meenemen naar de ellende van mijn wasdoen. Want dit is de situatie. Dit is de situatie van mijn wasdoen. Kijk hoe vol die is van boven naar beneden. Hij zit helemaal vol, dus die ga ik zo even ook sorteren en eventjes draaien. Want het moet gewoon. Ik denk alleen dat deze nog niet helemaal droog is. Dus de kans is aanwezig dat ik het grote rek moet neerzetten.
Maar ja, het moet gewoon. Het kan niet meer. Ik ben aan het proppen. En er komt steeds meer op. En het werkt gewoon niet. Oh, jij komt even ruiken. Ik heb natuurlijk een geurtje op. Dus daar ga ik even mee beginnen. En dan ga ik hier eventjes aan de gang. Dan ga ik jullie even bijzetten. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Maar die kereltjes is niet echt lekker. Het doet echt wel gruwelijk veel pijn. Dus ik moet ook even de boodschappen naar boven brengen. Ik moet even kijken of ik nog genoeg mienestjes heb. Want ik heb natuurlijk een nieuw pak meegenomen. Ik twijfel dan altijd of dat ik nog heb staan. Dus ik ga er gewoon even naar kijken. En er moet nog even wat vlees in de vriezer. De slavinken die ik vorige week had gehaald, die zijn tot vandaag goed. Dus die moeten even in de vriezer. En dan ga ik daar nu eerst maar even aan beginnen met die wasstom. Want dat is wel even heel belangrijk. En dan zet ik jullie wel bij als ik ga schoonmaken. Wasje gepakt, hij is iets leeg, maar zoals je ziet er blijft nog genoeg over. Maar de kleppen kunnen weer dicht. Dus deze gaan we eerst maar eens even in de machine gooien. Zo, lekker weer hoor. Schone woonkamer. Ik had er gisteren nog over met mijn coach. Ik vind het er hier dan heel netjes uitzien. Ik zeg, nou, zeg, vind ik dus totaal niet. Want ik zie overal dan die kattenhaartjes en zo. En ik vind de vloer dan alweer vies. Dus dan is het altijd wel weer extra lekker als het gewoon weer klaar is. Dus nu kan ik er op zich wel weer van genieten dat alles lekker is afgenomen. Lekker met de plumeau gedaan. Rustig hè, Mickey. Ja, hun hebben net gegeten. Zelfs dan even met de plumeau onder de bank. Maar er kwam ook best wel veel stof natuurlijk vandaan. Dus dat heb ik lekker opgezogen. Dus dat vind ik altijd wel weer heel prettig. Ook nog wel even lekker gebullet journaled. Ik heb nog even de groenten afgehaald. Dus op zich was het wel een relaxed middag. Je was wel even wennen nu natuurlijk. Omdat ik normaal op de donderdag de boodschappen doe. Maar ach, weet je, daar zetten we ons ook wel weer overheen. Zometeen nog even lekker relaxen. En dan is het om 7:15. Tijd voor Ajax, want we spelen vanavond tegen Utrecht. Dat is een inhaalwedstrijd en als we deze winnen, kunnen we zondag kampioen worden. I hope so. Dus dat ga ik sowieso kijken. Ik ga de bami maken straks. Ik had de airfryer al eventjes alles opgeruimd, die heb ik dan niet nodig. Maar ik vind het ook best wel spannend, want meestal gaat dat niet zo goed bij mij als ik een pasta maak. Dus op hoop van zegen. Na het relaxen dan ook even lekker douchen. Ik moet eigenlijk alleen de champignons nog snijden voor de bami. Dus dat is ook zo klaar.
Dus Ajax, goede tijden en daarna weer Chateau Meiland. Ja, je hebt alleen geen meester Frank Visser meer. Je hebt nu 10 voor taal en dat lijkt me niet echt leuk. Dus ik ga eventjes de BN'ers in het ziekenhuis terugkijken, want die had ik opgenomen. Dus ga ik dat gewoon even kijken. Ik vind het ook wel gek, want eigenlijk vorige week zeiden ze nog, nou, tot volgende week. Maar nu hebben ze ineens toch een ander programma er neergezet. Dus nou ja, goed, het zal wel. Verder ga ik vanavond de foto's bewerken. Misschien nog wat aan de video doen, want ik heb nog 2 video's te editen. Want er komt nu dinsdag een extra video online met de gelezen boeken. Dus die moet ik beide nog editen. Dus eentje voor zaterdag en eentje voor dinsdag. Maar eerst de foto's maar weer op orde krijgen. En dan is het tijd voor de bridge. En vanavond heb ik weer lekker zonnestad. Dus wat dat betreft wordt het wel een lekker avondje. Maar ik vind het wel spannend straks met Ajax. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Mijn was die draait nog op volle toeren. Dus die moet ik straks nog even ophangen als die klaar is. Ik ga straks ook de nagellak eraf halen. Want dat is nu wel echt einde oefening. Ik irriteer me. Ik heb hier ook zo'n lelijke plek. Dat ga ik nog even lekker doen. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 23 april. Ik ben klaargemaakt. Ik ben helemaal lyrisch over deze lipkleur. Dit is een lipkleur uit de limited editie van Essence. Ik heb hem in de vorige week vlog laten zien dat ik hem ging fotograferen. Maar het is deze lipstick. Glitter lipstick. En ik vind hem echt helemaal fantastisch. Echt helemaal leuk. Dus allemaal lekker nieuwe make-upjes getest. Ik had gisteravond Bami gemaakt, maar het was weer niet echt een succes. Het was echt heel erg lang geleden dat ik Bami had gemaakt, omdat het eigenlijk elke keer net niet helemaal goed lukte. En dat was gisteren weer het geval. Ik heb er wel lekker van gegeten, maar het was gewoon niet helemaal zoals ik het gewend was. Want vroeger kon ik het veel beter. Mijn baby was wat te nat. Ik verbrandde me weer, want er kwam weer water over mijn voet heen. Het mengen vind ik altijd een drama. Dus het was gewoon weer niet zo succesvol. En ik heb er ook altijd heel snel weer trek van. Dus ik heb gisteravond gewoon weer wat chippies gegeten. En normaal na het avondeten eet ik niks meer. Zelfs geen koekje bij de koffie. Dus dat was weer niet zo'n succes. Ik heb wel lekker naar Chateau Meiland gekeken. Was wel weer erg leuk. En daarna heb ik de BN'ers in het ziekenhuis teruggekeken. Dat vind ik best wel een heftig programma, maar het is wel goed dat ze het laten zien. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald. Ik moet alleen nog even de randjes een beetje bijveilen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet alleen nog even 2 nieuwe foto's maken, want die vond ik niet zo mooi. Of 1 nieuwe foto moet ik maken. Dus die heb ik klaar. Toen ben ik de bridge gaan kijken en daar ben ik bijna doorheen. Want ik kwam erachter dat seizoen 4 maar 8 afleveringen had. En ik dacht eigenlijk dat ik er 10 had, omdat de andere seizoenen wel 10 afleveringen hadden. Maar die had deze dus niet. En daarna heb ik weer Zonnestad gekeken. Dat was best wel een heftige uitzending, maar ook wel weer heel mooi. Ik ga zometeen even de standaard dingetjes doen. Dus even stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik daarna eventjes boven de kledingkast weer eventjes netjes leggen. Daar wil ik jullie dan even bij zetten. Ik wil eigenlijk zowel de zomer- en het wintergedeelte wil ik recht leggen. Het hanggedeelte is al helemaal netjes geordend. Maar nu wil ik dus eigenlijk eventjes het leggedeelte ook weer netjes maken. Dus ik hoop dat dat een beetje lukt. Ja, ik moet gewoon verder met opruimen. Maar elke keer begin ik er met hele goede energie aan. En dat zakt toch weer een beetje weg. Dus nou ja, ik ga jullie daar gewoon eventjes bij zetten. En dan ga ik even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga nu eerst eventjes gauw stofzuigen en zo. En dan is dat klaar. En dan zuigen we even naar boven. Want ik heb ook wat was die terug de kast in moet. Dus kan ik dat ook gelijk netjes ophangen. Deze was die hand ook. Die heb ik gisteravond opgehangen. Dus nou, eens even wachten wanneer die droog is. Dus dat is voor nu eventjes de planning.
Oké, inmiddels ben ik klaar en zit ik even lekker te knutselen. En zit ik te genieten van mijn caramel macchiato van de Starbucks. Want die had ik nog staan en die waren tot deze maand goed. Dus die moeten nu op. Dus zo lekker. Maar ik haat die plastic rietjes. En je ziet gelijk hoeveel lipstick erop zit. Maar hij is echt weer fantastisch. Zo. Ja. De kast is redelijk netjes. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden. Maar het is gewoon een puinzooi. Ik kan er bijna niet lopen. Dus we moeten echt verder gaan met opruimen. Dus ik denk dat ik dat van het weekend nog een beetje wil proberen. Ja, althans. Zondag doe ik ook niet zoveel. Want dan heb je om 2:30 weer Ajax. Daar heb ik trouwens gisteravond nog naar gekeken. Maar dat was echt een afgang. Want het was 1-1 geworden. En ik irriteerde me gewoon. Want ik vond Ajax echt heel slecht. Dus ik was er niet heel gelukkig mee. Dus dat was een beetje balen. Maar goed, wie weet worden we zondag kampioen. De katten hebben net gegeten, maar ik heb het idee dat Tijgertje het niet heel erg lekker vond, want het is ook een beetje vegan. Tijgertje, was het eten wel lekker of vond je het niet zo lekker? Je hebt er niet heel veel van gegeten, hè? Tijger, was het lekker? Nee, hè? Niet zo, hè? Moet ik beter opletten de volgende keer. Nee, ik had het idee dat zij het niet heel geweldig vindt. Maar als ze nu dat bakje leeg te schransen, ben ik ook niet heel erg blij mee. Want dan ben ik bang dat ze weer gaat overgeven. Maar goed, gaan we nog wel even zien. Wel even lekker gepulletjeerd, want ik ben bijna klaar met de doodles. En dat vind ik op zich ook niet erg, want ik vond hem toch best wel erg moeilijk hoor deze maand. Met heel veel bloemetjes en zo. Ja, daar ben ik gewoon nog niet fantastisch in. De helft van de bloemen ken ik niet. Als er staat een anemoontje, dan moet ik echt opzoeken hoe ziet een anemoontje eruit. Want ik ken dat gewoon niet. Maar goed. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen, eten maken. En dan vanavond ga ik even levenslang met dwang kijken. Dat had ik opgenomen van de week. Daarna heb ik Red Light. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ik moet even dit staartje eruit gaan halen. Want het stiekje zit niet helemaal lekker. En ik heb het idee dat er nu heel veel haar vast zit. Dus dat ga ik sowieso kijken. Daarna, Red Light dan. Daarna moet ik nog even de foto's bewerken. Oh, die moet ik nog even maken. Dat moet ik zo eerst even doen. En zie, dat stiek zit nu vast. Het is fantastisch. Dan moet ik de video nog in elkaar zetten. Wow, hij is los met heel veel haar. Zal even weggooien. Dan kan ik het artikel schrijven. En dan ga ik daarna gewoon weer verder met de bridge. En dan heb ik zonnesteld. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel bijzonder. Maar nog wel even een beetje aan het werk voor YouTube en mijn blog. Maar dat vind ik niet heel erg. Dus ik ga nou nog even die foto's doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even mijn haar doorkammen. En ja, ik had even nieuwe shampoo opgepakt, want die mijne was op. Dus dat was ik elke keer vergeten. Dus nu heb ik even nieuwe shampoo en conditioner gepakt. Dus die kan ik straks ook gaan gebruiken. En dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 24 april. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb wat pijntjes. Ik heb allereerst heel erg last van mijn nek. Dus ik denk dat ik verkeerd heb gelegen met slapen. Want deze kant doet heel erg zeer. En ik heb mijn knie gisteren verrekt, denk ik. Of verdraaid. Want die doet ook heel erg zeer. Dus eigenlijk alles wat ik doe, is het nou opstaan of is het bukken. Het doet gewoon zeer. Zelfs lopen doet zeer. Nou, dan heb je hem wel goed verrekt. Dus ik hoop wel dat het weer eruit trekt. Want ik heb er ook best wel last van met sporten gehad. Want ik had nu de wat zwaardere oefeningen. Ja, en dan moet je ook door de knieën en zo. En dat is natuurlijk gewoon niet zo heel fijn als je daar last van hebt. Gisteravond heb ik levenslang met dwang gekeken. Ja, het is echt super interessant. Maar ook wel heel confronterend als je sommige dingen herkent, zoals tellen. Dat herken ik wel. Maar het is wel interessant om te zien hoe die mensen ermee aan de slag gaan. En daarna heb ik Red Light gekeken. Dat was de laatste aflevering. Ik vond het wel heel erg jammer. Ik vond het echt wel een hele goede serie. Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogbericht geschreven. Dus alles is wel weer gelukt. Dus dat was wel fijn. De bridge weer gekeken. Nog één aflevering, dan is het klaar. Heb ik mijn bril nou zo raar schoongemaakt? Nou, lijkt me zo, denk ik. Dan moeten we morgen op zoek naar wat anders. En daarna heb ik zonnestal gekeken. En dat was ook alweer heel erg mooi.
Dus ja, dat was eigenlijk mijn avond. Vandaag ga ik ga zometeen even de kwasten wassen. Ik ga het wel even op de ouderwetse manier doen, want ik heb helaas geen batterijen voor mijn elektrische kwastenwasser. Dus die moet ik eerst weer even kopen. Dus dan doe ik het nu maar eventjes op de ouderwetse manier. En ik ga even bullet journalen. En ik had eigenlijk nog wel wat willen opruimen, dus misschien dat ik dat ook nog ga doen. Sowieso even stofzuigen en de kattenbak scherpen, want ik zie dat de katten een rolletje naast de kattenbak hebben gegooid. Maar ik heb een pakketje binnen gehad en die wil ik even met jullie uitpakken. Ik ga hem er even bij pakken en dan vertel ik jullie even wat ik heb besteld. Ik heb een pakketje van Douglas. Ik heb hem al even opengesneden, maar ik heb nieuwe oogschaduwkwasten besteld. Ik heb nu in mijn stash nog een aantal wat oudere oogschaduwkwasten. En ja, die zijn nog best wel oud. Het zijn er een paar van de HEMA en van Essence, maar ik merkte gewoon dat ik wat blendingskwasten miste. En eigenlijk van Real Techniques en Ecotools heb ik alles wel. Dus ik ben op zoek gegaan naar nog wat extra kwasten en die heb ik gevonden bij de Douglas. Allereerst zit dan ook een geurtje bij. Ik heb hier de Good Girl van Carolina Herrera. Je krijgt er dan twee van die, zeg maar, monstertjes bij. Proefjes. Oeh. Hij is best wel zoetig, maar hij ziet er op zich wel goed uit, dus ik ben wel benieuwd. Die en ik heb een heel klein Sun Beauty Sublinten Velvet Milk met SPF 30. Je mag zelf twee proefjes uitkiezen, dus ik heb voor deze gekozen. Laat het lekker vallen, ik vind hem wel heel schattig zo klein. Verder heb ik een Touch and Smell. Oh, kijk, dit is van Jardin Bohème en dan moet je wrijven en dan kun je dus ruiken. Oh ja, en dit was 25% korting voor cadeautips en zo. Het zit echt super goed ingepakt. Oh, het zit volgens mij nog in een doos. Nou, kijk hoe leuk dat het is ingepakt als je het openmaakt. Het was voor de eerste keer trouwens dat ik wat bij de Douglas bestelde. Oh ja, en een kaart zit er nog bij. Something special for you en dan kun je dus, ja. Ja, super leuk. Oh, kijk. Het zit hierin. Dus ik ga hem even openmaken. En dan is dit het setje. Het is het Eye Obsessed 12 Piece Collection. Er zit ook een tasje bij. Je hebt hem niet zonder. En hier zitten dus kwasten in. Er zit in een grote shadow fluff brush, een blender brush, een pointed blender brush, firm blending brush. Nou, heel veel blending brushes. Small shadow fluff brush, smudge brush, pointed crease brush, detail crease brush, concealer brush. Ook concealer. Flatliner brush, detail liner brush, een engel brow spoolie. En dan het ja, etuietje, zeg maar. Ziet er ook wel heel mooi uit. Het was op zich niet zo heel duur. En dan zijn dit de kwasten die erin zitten. Dus ik heb, ja, het staat er niet, het staat er niet op. Nou, deze dan, met hele kleine haartjes. Ik zal ze gelijk even terug erin stoppen, dat is net zo handig. Dit is dan echt zo'n blending brush. Deze zijn dan allemaal wit. Nou, dit is ook een heel klein, fijn kwastje. Hier een heel klein brushje, kwastje die zou ook voor je lippen, maar vooral voor details. Nog een blendingsbrushje. Een beetje een schuine, dus deze is voor je wenkbrauwen met een spoelie achterop. Een heel plat kwastje. Dit is zo'n detailer brush. Nog een blendingsbrush. Een hele mooie platte. Dit is ook eentje die heel handig is. En nog een blendingsbrush. Dus dit zijn de kwasten. Er zitten er dus 12 in. Het zijn misschien iets duurder kwasten als wat ik normaal voor mezelf zou kopen. Maar ik had zoiets, ja, weet je, ik wil het gewoon graag ook wel goed hebben. Want ik vind het fijn om hierin te investeren in kwasten. Dus ik heb nu weer een heel mooi setje erbij. Ik ga nu eerst even stofzuigen en zo. Dan ga ik jullie straks bijzetten als ik mijn andere kwasten ga wassen. Dan zijn die ook weer lekker schoon. Ik had gisteravond een haar in mijn keel. Althans, dat gevoel had ik. Maar je weet natuurlijk nooit zeker of dat dit echt zo is.
Dus ik ging al een beetje koekelen, ik begon te hoesten en mijn keel te schrapen, maar niks hielp natuurlijk. Toen zag ik op Google staan dat je soms met een elektrische tandenborst, als die een beetje ver je keel induwt, dat je soms mazzel hebt als die haver in zit, dat die dan rondom de roterende kop draait. Nou, dat gebeurde ook niet. Ik kreeg er alleen kokhalsneigingen van. Ik heb zelfs gespoeld met, of gegorgeld met water met zout. Wat is dat een naar gevoel? En vooral omdat je niet weet of dat het dus echt een haar is of niet. Maar, nou ja, ik heb het idee dat ik het nu niet echt meer voel. Dus het zal best wel goed zijn. Maar wat een rotgevoel is dat, zeg. Oh, verschrikkelijk. Het is, vreselijk eigenlijk. Dus ik hoop dat ik het gevoel niet weer terugkrijg. Want ik weet dus gewoon echt niet of dat het een haar is of niet. En anders mocht het wel een haar zijn, hoop ik dat hij nog meegaat met het eten vandaag. Ik heb alle klusjes die gedaan moesten worden in ieder geval gedaan. De kwasten zijn lekker schoon. Misschien had je het ook al wel gezien. Een van mijn blendingskwastjes, die van de Hema, dus die laat ook los van zijn van het steeltje. Dus ik ben wel blij dat ik nu een nieuwe heb. Ik heb lekker even gebullet journaled. Alleen die nek. Verschrikkelijk. Dus dat is wel eventjes naar. Ik heb nog even een handwas erin gedaan. Die is nu bijna wel klaar. Ik had even het nieuwe dek met overtrek er nog in gedaan. Die wil ik vrijdag pas gaan gebruiken. Maar ik denk, ja, schoon is schoon. Weet je wel, dan kan ik van de week even de zwarte was gaan wassen. En dan wordt het toch iets leger. Ik weet ook niet wanneer deze witte was droog is. En ik had ook nog een nieuw slaapshirtje die erin moest. Dus dat is ook al bijna klaar. Even de rest gewoon even lekker gebullet journaled. Ik heb het bijna met beklaar met de doodles van april. Officieel heb ik tot vrijdag, maar ja, ik moet nog twee plaatjes en dan is het af. En dan vind ik het ook wel goed. Omdat ik het altijd op los papier doe, ik heb de eerste pagina, die heb ik al in die map gestopt. Dus nou, dat zit mooi alweer veilig en netjes erin. Nou, nog twee afbeeldingen en is dat weer klaar. De katten hebben ook net lekker gegeten. Dus dat is allemaal wel top. Ik ga zo nog even lekker relaxen, want ik hoop dat ik die nek... dat ding is zo stijf. En ik had nog zo'n Starbucks koffie. Deze was tot de 26e. Maar dit is dan gewoon cappuccino. Ik denk, nou, dan is die ook gewoon bijna op. Weet je wel, op is op. Anders gaat het weer over de datum. En dat is gewoon best wel zonde. Want eigenlijk die ik gisteren had, die was tot en met de 22e. Dus die was één dagje over de datum. Maar hij smaakte nog prima. Dus ach, weet je wel. Ik ga zo dus even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan denk ik dat ik vanavond A Star Is Born ga kijken. Want die heb ik nog opgenomen. De rest van de video films die van de week kwamen, die kende ik al. Ja, nu ik weet dat heel veel van die Nederlandse films ook op Netflix staan, weet je, is gewoon eigenlijk zonde om op te nemen. Maar ja, van de week heb ik niet zo heel veel op tv. Dus misschien ga ik er dan wel eentje kijken, maar moet ik maar even zien. Dus dat is in ieder geval de planning. Ik wil eigenlijk eventjes met de vlog aan de gang. Maar ik moet ook nog aardig wat foto's, want ik heb woensdag een heel groot... heel veel foto's voor een artikel voor mijn blog. En dinsdag komt er een extra artikel online. Dus ik moet eventjes wel flink aan het werk nog vanavond. Maar dat geeft helemaal niks. Ik moet nog een extra video editen. De gelezen boeken video's, die wil ik. De gelezen boeken
video wil ik dinsdag online hebben. Die moet ik ook nog editen. Dus ik ben wat dat betreft nog wel even druk. Dus dat ga ik vanavond dan doen. Maar ook gewoon lekker die film kijken. Kopje koffie erbij en ik zeg top. Verder ga ik naar de laatste aflevering van The Bridge kijken. En dat vind ik wel heel erg jammer. Dus ik ga er onwijs van genieten. En daarna heb ik nog een zonnestad. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niets meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is alweer 25 april. Ik zit lekker op de bank. Ik heb de tv aan staan, want Ajax speelt straks. Worden we kampioen of niet? Dat is de vraag. Dus ga ik lekker kijken. Ik heb gisteravond de film A Star Is Born gekeken. Een hele mooie film. Hij duurde wel lang hoor, 2,5 uur. Ook wel een beetje tragisch. Maar ik vond hem heel erg mooi. Alleen het nadeel was, hij stond er niet helemaal op, want ik had hem opgenomen. Hij heeft een tijdje op Netflix gestaan, maar toen heb ik hem nooit gekeken. En daar was hij inmiddels al vanaf. Ja. En nu zit je natuurlijk ook met reclames, dus ik heb het tussendoor gelukkig door kunnen spoelen. Alleen het einde stond er niet helemaal op, dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar goed, daarna heb ik de vlog alvast geëdit, een deel. En zelfs de video voor dinsdag, de boekenvideo, die staat al, heb ik al geëdit. Dus die is klaar. Ik heb al wat foto's bewerkt, dus het was op zich best wel een productieve avond. Toen heb ik lekker The Bridge gekeken, de allerlaatste. Ja, was ook wel heel mooi. Wel heel jammer dat het nu klaar is, maar goed. En Zonnestad, en dat was heel spannend. En dat gaat dus nu volgende week, of de volgende keer verder. Maar ik ga dus donderdag pas weer verder kijken, dus. Nou ja, dat moet ik even afwachten. Vandaag niet veel op de planning. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Ik wil wel alvast wat voorbereidingen doen voor de video van zaterdag. Dan hoef ik morgen alleen nog een in- en outro op te nemen. Ga ik verder nog niet heel veel over vertellen, want dat zien jullie zaterdag wel als die online komt. Dus dat wil ik doen. Ik ga wel even de foto's maken en even de groente afhalen en dat is het. Dus verder wel een beetje een relaxed dagje, maar ook wel lekker. Ik ga wel eventjes ook mijn wenkbrauwen weer eventjes een beetje bij epileren. Dus dat wil ik even doen. En verder lekker genieten van Ajax. Dus ik ga nu eerst even wat doen. En dan is het ook weer klaar. Ik heb alleen wel heel erg last van mijn schouders. En zo, en van mijn rug. Dus dat is weer even wat minder. Maar goed, dat zal wel een beetje blijven. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga jullie verder ook nergens bij zetten. Maar ik zie jullie uiteraard straks om de spullen van de foto's te laten zien. Dan kan ik zo eerst eventjes wat dingen gaan doen. Dus ja, ik ga even wat doen. De fotospullen. Ik ga uiteraard foto's maken van mijn nieuwe kastset. Want hier wil ik een review over schrijven. Dan heb ik hier een oogschaduwpaletje van Lottie London. De Gold, de Rose Golds. Die ga ik fotograferen. Hier heb ik een hele mooie lipgloss van Miki. Dat is een holografische lipgloss. Dan heb ik hier nog Fame in de Bottle. Dit zijn losse glitters. Daar wil ik een, die wil ik heel graag op mijn nagels doen. Dus daar ga ik ook nog een reviewtje over schrijven. En ik heb hier twee highlighters van Catrice. Het zijn de More Than Glow highlighters. En dit is de 010 Ultimate Platinum Glaze. En de 020 Beyond Golden Glow. Oh, 030 Beyond Golden Glow. Dus hier ga ik nu foto's van maken. En dan ja, is dat ook weer klaar. Ajax is nog steeds 0-0. Dus het is nog niet heel erg spannend. Dus nou, dan ga ik dit eventjes doen. Oké, ik heb mezelf behoorlijk voor schut gezet tegenover jullie. Want ik zei, Ajax kan kampioen worden. Dat kon nog niet. Ik was net heel blij toen die eerste call kwam. Dus ik zei, kampioen! Zegt mijn vader, ja, volgende week kunnen we kampioen worden. Ik zeg, hè, volgende week? Ik zeg, vandaag toch? Hij zegt, nee, want PSV die had dus gewonnen. En dat had ik dus niet meegekregen. Dus ik was helemaal in de waan dat we kampioen konden worden. We zijn officieus kampioen. We hebben gewonnen met 2-0. Maar volgende week kunnen we pas die schaal pakken. Dus het is best wel een beetje dom. Maar goed, we hebben gewonnen. De foto's zijn klaar, alleen de katten vinden, ja, hebben weer het zakje half niet opgegeten. Dus ik weet niet wat het is. Het is niet fantastisch. Dus ik weet het niet zo goed. Mijn muis zit nu alles op te eten, dus ik denk ook niet dat ik daar heel blij mee ben. Dus ja, ik moet toch maar weer even gaan kijken wat vervoer ik ga halen. Ik heb in ieder geval de voorbereidingen voor de video klaar ook, dus dat is allemaal mooi. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik heb het vlees al opstaan. Ik had draadjesvlees, dat heb ik al opstaan. Dan ga ik straks douchen.
Dan ga ik daarna, als ik heb gegeten, ga ik kijken naar deze quizjes voor jou. En daarna nog één keer wie van de drie, dus dat is ook superleuk. En ik ga vanavond even verder met foto's bewerken, dus gewoon even wat laptopwerk. En ik ga een nieuwe Netflix-serie beginnen en ik heb al een idee welke ik wil gaan kijken. Grenzenland heet die. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet niet of dat voor me is, maar die ga ik misschien kijken. Of even kijken nog maar wat anders, wat ik misschien leuk vind. En daarna ga ik weer Mokro Mafia kijken. Dus dat is verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Alles was hier alleen helemaal glitter van het glitterpotje wat ik straks liet zien. Dus dat was wat minder fijn. Maar goed, ik ga lekker relaxen en ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 26 april. Ik ben klaargemaakt en ik heb gisteravond mijn nagels gelakt. En die heb ik zo gedaan. Toch een beetje voor Koningsdag. Ook al doen we niks. Dus ik heb dit kleurtje van Catrice gepakt. De 83 Orange is the New Black. En heb ik dus op de middelvinger heb ik glitters gedaan. En dat zijn deze glitters die ik gisteren liet zien. Die Fame in the Bottle voor een soort topcoat. Het is wel een heel gedoetje hoor trouwens. Want er kwam heel veel spul vanaf. Dus het was echt overal glitter. Maar dat had ik gisteren al met foto's maken. Dus ik heb het in de keuken gedaan. Toen heb ik het geprobeerd een beetje terug te gieten. En toen heb ik het op een blaadje gedaan. Dus ik kon het blaadje gewoon gelijk de oude papierbak in. Ik heb al even het vuilnis weggebracht. Nou hoef ik hier alleen zo nog even te stofzuigen. Maar ik had gisteravond weer een haar in mijn kiel. Dus ik heb weer van alles geprobeerd. Weer met die tandenborstel. Weer gegorgeld. Niks hielp. Toen zag ik op internet de tips staan kauwgom eten en doorslikken. Nou deed ik dat vroeger altijd. Ik weet dat het heel slecht is. Maar als kind zijnde deed ik het altijd. Tot ik hoorde dat het slecht was. Toen durfde ik het niet meer. Maar ik heb het gisteren wel een keer gedaan. In de hoop dat die haar eraan zou blijven plakken. Ik heb er nu momenteel geen last van. Ik klop het even af. Want ja, ik dacht van de week ook dat het over was. Maar toen bleek het ook niet helemaal over te zijn. Ik had zaterdagavond nog een spin op de slaapkamer, dat had ik helemaal niet meer verteld. Maar ik lag in bed, ik wilde mijn boek lekker gaan lezen. Zie ik daar op de muur een spin. Nou, die heb ik gelijk even weggehaald natuurlijk. Verder heb ik gisteravond weer deze quizjes voor jou gekeken. Was wel een heel mooi doel ook. En was ook wel weer mooi, maar ja, ik ben er gewoon niet kei goed in. Daarna wie van de drie, daar heb ik ook wel weer hartelijk om gelacht. En heb ik ondertussen lekker mijn nagels gedaan. Toen ben ik bezig gegaan met mijn foto's en met mijn artikelen. Dus nou ja, goed, ik heb vanavond echt nog wel een paar werk. Want ik moet echt nog eventjes een paar nieuwe foto's maken die niet helemaal goed gelukt waren. Dus dat kan ik straks mooi even doen. Dat moet ik allemaal nog bewerken. En dan heb ik nog heel veel foto's voor het artikel van woensdag. Dus ik moet echt nog wel even flink aan de slag. Maar goed, dat komt allemaal vast helemaal goed. Ik heb alleen nu een beetje hoofdpijn. Dus ik moet zo ook even een aspirintje nemen. Zometeen ga ik even de in- en outro opnemen van de video. Want ik had gisteren het grootste gedeelte al gefilmd. Het is alleen nog een in- en outro. Dus het is ook wel lekker een eventjes een foto voor de thumbnail. We gisteravond ook nog bij een nieuwe Netflix-serie begonnen. Dat heet Grenzenland. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Want ik kwam er nog niet echt lekker in. Dus ik hoop dat ik het vanavond wat beter snap. Volgens mij is het ook maar één seizoen. Ja, en anders is het een verspilde serie. Want ik denk toch wel dat ik wil weten misschien hoe het afloopt. Maar het was nog niet dat ik bij die eerste aflevering gelijk helemaal dacht van, ah, dit is fantastisch. En daarna ben ik verder gegaan met Mokro Mafia. En dat was wel weer heel spannend. Ja, je ziet weer wat rode plekken, maar dat heeft dus te maken. Ik heb dus de video die ik heb opgenomen. Dat is dus hoe je mee-etens kan verwijderen. Dat heb ik dus gedaan, dus vandaar dat je hier weer wat rode plekken ziet. Maar goed, dat leg ik allemaal uit in de video van zaterdag. Ik ga nu even stofzuigen en eventjes de kattenbakken doen. Dan ga ik even de in- en outro opnemen en even een aspirintje nemen. En dan ga ik daarna even lekker bullet journalen. En daar zet ik jullie dan bij. Dus tijd om even wat te gaan doen. Want de tijd gaat weer hard. Nou, ik ben inmiddels al klaar met de video. Omdat ik natuurlijk nu alleen een in- en outro hoefde op te nemen. Dus op zich was dat ook wel lekker, weet je. Dat ik al het voorbereidend werk had gedaan. Ik ga nu even wat drinken en een aspirintje nemen. Want ik heb echt hoofdpijn. Dat had ik straks al willen doen. Ben ik het weer vergeten. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik even de fotootjes doen die ik nog moet doen. En dan ga ik daarna even lekker bullet journalen. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat ik het gisteren al zo'n groot deel had gedaan. Het is echt wel voelt voor mij nu zelf ook even als heel rustgevend.
Dus ja, ik ga dit eventjes opruimen en dan ga ik even wat drinken en die fotootjes doen. En dan zet ik jullie erbij bij het bullet journalen. Ik heb een ideetje. Ik heb hier dus mijn potjes met mijn kwastjes. Dit gaat er allemaal even uit, want er moeten er een paar uit. Maar zoals je ziet, heb ik hier dus keukenrol in zitten. Maar kijk, het is nu helemaal vies, want er zit natuurlijk allemaal poeder in. Dus ik dacht, hoe leuk is het om hier een roze servetje in te doen? Dus ik ga die even schoonmaken. Dan doe ik er een roze servetje in. Even kijken hoe dat staat. Nou, kijk, is gelijk een heel ander gezicht. Ik vind het hartstikke leuk staan. Ze kunnen de kwast die ik niet gebruiken, kunnen aan de kant. En dan staat dit, ja, ik vind dit hartstikke leuk staan. Ik heb er nu zo ook een paar nieuwe kwasten in van Morphe. Die heb ik al gebruikt. Dus ja, super leuk zo, vind ik zelf. De katten hebben net een poging gedaan tot eten, maar het is geen succes. Misschien moet ik een half zakje proberen, is het te veel? Maar ze eten het gewoon niet op. Het is verschrikkelijk. Misschien moet ik toch weer op ander voer overgaan. Ik vind het soms wel heel lastig hoor, wat ze wel en niet lekker vinden. Maar misschien moet ik het dan toch maar niet meer meenemen bij de Lidl. Ik weet het niet zo goed. Muisje eet het bakje wel leeg, maar ik ga het nu gewoon ook wegzetten, want ze gaan het niet meer eten. En Muis die loopt iedereen zijn bakje leeg te eten. En dan gaat ze straks weer spugen, want dat kan de buikje niet aan. Dus het is gewoon geen succes, dat spul. Ik heb, ze kunnen straks nog een beetje krijgen als ze willen. Dan hoef ik het niet gelijk weg te doen. In ieder geval de doedels af. Dus dat is mooi. Nu ben ik even met mijn mus bezig geweest. Dat was ook wel lekker. Dus wat dat betreft best wel een lekker middagje zo. Leuk dat ik nu ook servetjes in de potjes heb gedaan, vind ik zelf. De fotootjes zijn gedaan. En nou ja, het was eigenlijk wel een goede middag. Ik ga zo even lekker relaxen, want ik heb hele vermoeide benen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb het ook weer super koud. Ik heb lekker een schoon huispak gepakt van boven. Dus die doe ik straks na het douchen lekker aan. Dan ga ik koken. En vanavond begint Help Mijn Man is Klusser. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uiteraard Chateau Meiland. Dus daar heb ik ook wel zin in. En dan moet ik eigenlijk gewoon heel hard aan het werk voor de blog. Ik moet de YouTube video nog inplannen voor morgen. En ik moet dan ook nog de thumbnail maken. Dus ik moet gewoon eigenlijk gewoon even heel hard aan het werk vanavond naast de televisie door. Verder wil ik ga even verder met Grenzenland. Dus ik ben wel benieuwd of het me nu meer interesseert. En ook nog even met Mokro Mafia. Dus dat is het ook wel. Dus niet een hele bijzondere avond. Maar gewoon lekker relaxed. Dus
Het is zo stom, hè? Je hebt hier zie je dus. Ik heb deze vinger met glitter gedaan. Hier zie je nu ook een paar hele kleine glittertjes. Maar ik geloof niet dat hij dat scherp stelt. Dat was een beetje een zooitje. Maar goed, ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 27 april. Ik ben klaargemaakt. En het is Koningsdag. En zelfs mijn make-up is oranje. Ik heb een oranje shirtje aan. Ik zal het even laten zien. Het is niet heel bijzonder of zo. Kijk, gewoon zo'n oranje hemdje met een bolerootje. Kan prima. En hier wordt de kleedjesmarkt gehouden aan huis. Kijk, hier is de verkoop. Kijk, hier worden dingetjes verkocht. En achter op mijn balkon ook. Als ik daar sta, staat ook iemand met een kleedje buiten. Maar het was zo schattig. Ik had een fotootje gevonden van Nijntje met een kroontje op. Die had ik in de groepsapp gezet van... Hallo Lente, hoe is jouw eerste Koningsdag? En toen kreeg ik een liefste Nijntje. Toen kreeg ik een foto terug van... Hallo tante, ik ben oranje. Dus wat hele lieve oranje kleertjes aan. Ik pak even ondertussen mijn horloge, want die heb ik nog niet omgedaan. Ik doe vandaag verder niks bijzonders. Ik ga even kijken of ik vanavond ergens eten kan bestellen. Want toen ik straks keek, zag ik dat de snackbar waar ik vaak bestel dicht zit vandaag. Dus ik hoop dat het andere eetgelegenheidje wel open is. Ja, en als dat niet zo is, dan moet ik morgen eten bestellen. Want ik heb nog voor één keer patat. Dus nou, ik ga kijken hoe en wat. Ik heb gisteravond Chateau Meiland gekeken. Dat was weer heel erg leuk. En ik heb Help Mijn Man is Klussen gekeken. Het was wel heftig, want deze man, ze leeft al 11 jaar in een best wel huis wat heel erg, ja, gewoon niet af was, zeg maar. En toen moest hij klusjes gaan doen. En toen zeiden ze van, nou, als je vanavond de behandeling nou afstoont, dan kunnen ze morgen dat gaan stuken. Maar dat had hij niet gedaan. En toen op een gegeven moment voelde hij zich niet lekker. Ze zei even die klusjes, nou, ga maar even een testje doen. Ja, want dan heb je corona. Nou, hij had geen corona, maar hij werkt niet echt lekker mee. Dus het is nog niet echt fantastisch. Maar ik moet het vanavond nog even afkijken. Ik ben hard aan het werk gegaan voor mijn blog eigenlijk. Ik heb mijn YouTube video geüpload. Dus die staat inmiddels al online, de extra video met de boeken. Dus... ja, dat is allemaal verder gelukt. Ik heb weer gekeken naar Grenzenland. Ik kom er nog steeds niet helemaal lekker in. Dus ja, ik hoop dat het vanavond beter gaat. Maar het is nog niet dat ik zeg van wauw, wat een fantastische serie. En daarna heb ik Mokromafia gekeken. Dat, ja, was best wel hard, moet ik zeggen. Maar goed. Ik ga zo hier aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen. En... de gang en de douche, dus dat is de planning. Ik ga eventjes de nieuwe kalkreiniger in de douche uitproberen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar wat het gaat doen. Ik zal even goed achterop lezen wat er ongeveer bij staat. Ik ga een muziekje aanknallen, want het was vannacht hier een beetje feest. Ik werd zaterdagnacht al wakker van iemand die was heel harde geluiden aan het maken. Het was 4 uur 's nachts. Dus toen ging ik op een gegeven moment even naar de badkamer en toen rook ik dus de geur van gebakken eieren. Blijkbaar is de afzuiging in dit appartementen, ja, huisjescomplex niet helemaal goed. Dus als iemand staat te koken, ruik ik dat in mijn badkamer. Dit keer waren het gebakken eieren. Nou, als je niet van eieren houdt, is dat heel goor. En vannacht was het dus weer feest. Weer heel hard gepraat. Toen ging ik weer naar de badkamer. Weer die gebakken eieren lucht. Nou, het was echt heel ranzig. Dus dat was niet zo fijn. Dus ik heb niet zo fantastisch geslapen en ook weer nachtmerries en zo. Maar goed, ik ga een muziekje aanknallen. Dan ga ik maar eventjes hier wat doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus dat is voor nu de planning. Dus niks spannends.
Nou, ik heb inmiddels alles klaar. Ik heb de was even opgeruimd. Er kan straks de nieuwe weer hangen, want die is aan het draaien nog. Ik heb het nog niet in de kast liggen, maar gewoon in de wasmand en alles is klaar. Ik heb nu het kalkreiniger op de tegels gespoten, dus dat kan ik straks even afspuiten met douche. Ik was al even aan het kijken, maar het is best moeilijk om hier wat te bestellen op Koningsdag. Qua eten, maar ik heb nu wel wat gevonden wat dan wel wat duurder is. Maar ja, goed, dat is dan niet anders. Ik heb toch wel zin om eten te bestellen, dus nou ja, dan ga ik dat gewoon proberen. Maar ja, vorig jaar kon het wel. Het is hier gewoon wat moeilijker, maar goed. Ga ik dat gewoon proberen. Ik ga nu nog even relaxen, straks douchen. En ja, dan film ik nog wel even als ik ga eten, want dat vind ik nog wel eventjes leuk. En dan sluit ik daarna gewoon af. Dan kunnen jullie nog even zien of het is gelukt met bestellen. Zo, het eten is inmiddels al besteld, dus ik ga nu eerst even lekker douchen, want ik heb het ook een beetje fris. En ja, gewoon wel even aan toe, dus dan ga ik dat eerst even doen. En dan zullen we straks even zien wat ik heb besteld. Ja, ik denk dat jullie het al wel weten, want ik heb gewoon patat met frikandellen besteld, maar dan kun je het nog even zien. Zo, ik heb heerlijk gegeten. Ik zit inmiddels lekker op de bank met een bakje koffie voor goede tijden. Ik ga nu verder ook niks meer doen. Ik weet niet wat ik straks nog ga kijken, want er is niet zo heel veel op tv. Dus ik ga het wel even zien. Ik heb in ieder geval van mijn doen toch nog wel een leuke Koningsdag gehad. Ik ga bij deze ook lekker afsluiten, want ik ga straks nog eventjes mijn foto's bewerken en de vlog in elkaar zetten. En Grenzenland kijken en Mokromafia. Dus dat is het ook. Nou, ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button en als je daarop klikt kun je ook abonneren. Daarnaast staat een belletje en als je daarop klikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!